Welkom terug bij de Alsim Career Mode in FIFA 15 met Feyenoord. De loting is gedaan. En dit is groep A. Ik weet nog niet met wie we zitten. Groep C. Ajax zit met Real, Leverkusen en Marseille. Dat is mogelijk. Maar Ajax is niet in goede doen. En wij zitten met Bayern, Porto en Celtic. Behalve Bayern. Porto is ook heel lastig. Celtic moeten we kunnen hebben, denk ik. Dus zeker een derde... Kijk, hij staat alweer zevende. Zeker een derde plaats moet er wel in zitten. Misschien kunnen we Porto nog pakken. Dat zou heel goed kunnen. Daar hopen we op. Maar Bayern is natuurlijk... Ja. Jongens... Wat? Ik ga hem even opslaan. Welke is het? Ik moet wel de goede hebben, anders is mijn andere career mode helemaal meteen weg. Dus dat zou een beetje vervelend zijn. Oké, hij werkt weer. Wat kunnen we doen? Wat ging ik doen? Ik ga kijken of mijn spelers wat geüpgraded waren. Nee. Dit is best wel een goede statistiek. Oh ja, ik ging naar de kalender kijken. Eerst tegen Bayern. Uit, oké, daar ben ik blij mee. Want dan hebben we dat maar gehad, weet je. Dat is de allermoeilijkste wedstrijd. Dan hebben we dat maar gehad. Schotland. Tot wanneer heb ik? Tot... Dat vind ik wel een mooie, Schotland. 13 november, oké. Ik ga op 1 november beslissen wat ik ga doen. Moet ik wel onthouden dan. Maar oké. Kom op, uit bij Dordrecht. Johansson, there we go. Oh, nu moet ik natuurlijk weer met fitness gaan bezighouden. Dat spelers niet te moe zijn. Alright, weer een 1-0 uit overwinning. 2-0, oké. Nou, 2-1, oké. 2-1. Oké. Bayern is nu al. Op zich maakt het niet uit, want we gaan deze wedstrijd toch niet winnen. Dus we kunnen gewoon een B-elftal opstellen. Alhoewel iedereen eigenlijk wel fit is, dus... Nou, laat het hier gewoon bij houden dan. Douglas groeit wel aardig. Dat is wel goed om te zien. Voor de rest. Lopez is nu 65. Oh wauw. Waarom zit El Amadi niet op de bank? Hallo. Hij klaagt niet eens. Kijk, dat is nou een echte. Echte Feyenoorder. Hij gaat van de basis naar de reserve of buiten de selectie. En hij klaagt niet eens. Kijk, zo moet dat. Op hoop van zegen. We gaan dit niet winnen. Maar ik denk, we worden waarschijnlijk niet weggespeeld. Maar je ziet toch wel echt die namen. Gewoon allemaal. Ja, Rafinha vind ik nooit zo'n hele goede speler. Natuurlijk Robben. Oké. 3-0 of minder, daar ben ik tevreden mee. Misschien kunnen we nog een doelpuntje pakken. We speelden vorig jaar wel volgens mij gelijk bij Arsenal, dus dat was wel knap. Oké, 2-0, twee keer rollen. Ja, kan je weinig tegen doen als coach van Feyenoord. Oh wacht, dat wou ik eigenlijk best wel lezen. We hebben nog 3 wedstrijden. Oh, oké. Mogen we dan een nieuw contract aanbieden of? Congolo, waar ben je?
There we go. Okay. Heerenveen, dat moeten we kunnen winnen. Heerenveen niet in goede doen. Dus ik zie mogelijkheden. Nog steeds Sinkgraven bij Heerenveen. Klaasie en Johansson, nice. Misschien kunnen we wel ongeslagen kampioen worden. Wie weet. Tot nu toe gaat het goed. Van Beek met een rode kaart. Dat is wel stupid. Ruiz. Nog met een goal. Van Beek. Ja, wie kan ik centraal zetten? Ik laat Douglas wel gewoon zo staan, denk ik. Ik wil eigenlijk deze Angelino wel eens een kans geven. Dus laten we dat doen. Laten we Robert een keer gebruiken. Oeh, Bentaleb 75 nu. Van Beek nog steeds 74. Die mag ook wel eens een keer gaan upgraden. En ja, voor nu is dat het wel. Laten we Karstrop ook eens een kans geven. Zo. Tegen Go Ahead. Laten we kijken wat er gaat gebeuren. Kom op. Nul nul. Oeh, Rijmerink. We gaan toch niet verliezen bij Go Ahead. Kom op. Kom op. Ja, we gaan verliezen bij Go Ahead. Yay. Eerste nederlaag van het seizoen bij Go Ahead. Fijn. Noorwegen? Oké. Okay. Mijn voorkeur is Schotland. Dat is wel leuk. Oké. Okay, Karstorf mag er weer uit. Roberts mag er weer uit. Bentaleb. Angelino mag er weer uit. En van Beek, zo. Yep, tevreden. Thuis tegen Porto, denk ik. Daar moeten we het echt gaan pakken. Ja, ja, ja. Je denkt toch niet dat je in de basis staat tegen Porto. Oké, okay, we spelen uit. Nogmaals. Niet heel erg ontevreden daarmee, want dan hebben we dat gewoon maar gehad. En stel je pakt hier gewoon een punt, dan sta je er best wel goed voor. Geen Martins Indy in de basis, misschien is hij alweer. Oh ja, hij zit op de bank, oké. Okay. Net zoals Theo. En ja. Oké, okay, eerste helft 0-0. Hou dit vast. Prik er eentje in. Mag allemaal. Oeh. Royka Dreyes. Oké, okay, 0-0. Kijk. Dat is een goed resultaat. Bij Porto. Ja, ja, ja. Waarom zei ik jij zo? Je bent 18. Even rustig, man. Oh. Zo vervelend dit. Oké, okay, maar dat was het voor deze maand. Voor de maand september.
Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nog even kijken of er wat spelers geüpgraded zijn. Nee. Nee. Oké. Oh, Wilkes-Barre is gedowngraded naar 69, maar ja, die speelt toch nooit. Dus dat scheelt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.